Feyenoord heeft de bal eigenlijk nog niet gehad. We zijn al meer dan een minuut bezig aan deze wedstrijd. Jens Toornstra de corner gaat trappen. Daar komt de bal. Die blijft daar toch een beetje hangen hoor. Feyenoord krijgt hem niet weg. Schot dan! En het doelpunt van Utrecht meteen. Boussaïd. Feyenoord heeft de bal nog niet gehad. Als Boussaïd de afvallende bal uit de hoekschop, die Feyenoord niet wegkrijgt, in één keer op zijn pantoffel neemt. Binnenkant paal kletst hij ook nog. Wat een drama start voor Feyenoord. Oog in oog met Tibon Welleroyte. 31 minuten onderweg. Is het Lammers met de aanloop? Hij schuift hem erin. En Utrecht komt op 2-0 op bezoek bij Feyenoord. Jongen zeg. Feyenoord ruim de bovenliggende ploeg. Maar ja, maar het is Utrecht dat het ook steeds goed klein houdt en goed ook druk zet. Maar nu al wat ruimte weggeeft. Paixão met het schot. Paixão! Ja! Yeah! Oh, goedemiddag zeg. Wat een kanonschot was dit van Igor Paixão. Die daaruit had. En die bal met macht 17 tegen de touwen ziet knallen. En Feyenoord weer terugbrengt in deze wedstrijd. Je denkt hij gaat de paas geven. Hansko gaat er overheen. Zo. Hansko, het schot. Nou, de bal los. Oh, hey. En dan gaat hij op de paal. Is er ook hens gemaakt, toch? Hij fluit tegen. De doelpunt is wordt gemaakt. Hij is over de lijn geweest. Dan is die binnenkant paal er overheen geweest. Ik denk, hij fluit wat een tegen. Rare situatie. Hij wijst die andere kant op. Ik ben helemaal in de war. Hij is er overheen geweest. Hij wijst omdat het gewoon een goal is. Die bal niet op de paal. Hij is net over de lijn geweest. Dat wordt natuurlijk nog gecheckt, maar laten we het feest alvast vieren. De kopbal van Nieuwkoop, zijn goal hier in de Kuip, is de 2-2. Er zijn 2 dingen tegengekomen. Man van de goal, wat ja. Nieuwkoop! Ik denk als Feyenoord deze wedstrijd wint, dat Lars echt op moet worden genomen na deze wedstrijd. Mooi voor hem dat hij niet een keertje als stadionspeaker hier mag zijn. Dat Feyenoord dan een wedstrijd verliest, maar dat het in ieder geval weer de spanning teruggeeft. Het is een kwaliteit van Timber, maar het houdt ergens op natuurlijk. Als er zoveel tegenstanders staan, dan raak je hem kwijt. Utrecht is hem wel net zo snel ook weer kwijt hoor. Die bal komt hier nog bij Timber. Goed paas nu. Hansko! Nou, Hansko die er doorheen is. Hansko! Wow! Wat een doelpunt! Wat een goal! Wat een doelpunt! Zo David dan. Hansko poort een tegenstander en jast hem de kruising in. Van 0-2 naar 3-2. En weer op de linksbackplek scoort David Hansko. En hoe? Kaboom! Geen enkele twijfel bij dit doelpunt over wat er gebeurt. David Hansko zet zijn handtekening. Lekker man. Vrije trap wordt genomen door Boussaïd. Neemt hem zo met een heleboel risico. Waardoor Feyenoord ineens daar vandaan kan gaan. Wat een slechte bal. Sauer. Slechte aanname. Sauer dan op weg. Oh, wat snel. Barkas. Sauer. Ja, 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 ja. Oh, wat doet hij het goed. Die vrije trap die door Boussaïd wordt genomen. Iqbal kan er niet bij. Sauer gaat lopen vanaf zijn eigen helft richting het 16 meter gebied. Knalt hem achter Barkas. En Feyenoord gooit deze wedstrijd in het slot. 0-2 was het. 4-2 is het. Hij is met de bal aan de voet sneller dan die verdedigers van Utrecht zonder de bal. 4-2 voor Feyenoord! En dat doet hij heel knap. Vanmiddag onze eigen groen briljant Leo Sauer! Uitstekend.